Stop met vuilverbranding. Dat is de dringende oproep vanuit het korps brandweer inzake de kwestie Ornamibo. Brandweercommandant Rajan Jakari zei dat gisteren op de persconferentie van de vicepresident naar aanleiding van de situatie van de vuilstortplaats Ornamibo. Volgens Jakari komen er bij vuilverbranding giftige gassen vrij. De directeur van het NCCR, Jerry Slijngaard, gaf aan dat het personeel van het commissariaat Wanica daags voor deze situatie is getraind hoe op te treden in zulke gevallen. Volgens hem hoefde het NCCR daarom niet meteen in te komen. Omdat vanaf het begin natuurlijk NCCR niet per se erbij hoefde te zijn, omdat dus de zaak zoals het in principe hoort te gaan is aangepakt. Ik wilde die opmerking toch wel even maken omdat het van belang is. En ik vaak heb gemerkt dat vooral in de media, zodra er iets is, wordt er direct gegrepen naar wat doet NCCR en hoe gaat NCCR om met dat ding. Terwijl het eigenlijk goed is dat het commissariaat zodanig is georganiseerd dat zij als eerste de verantwoordelijkheid hebben en daarna bij opschaling het verder gaat naar andere actoren, waaronder dus het NCCR. Wat dat betreft wil ik zeker een pluimpje maken aan het bureau van de districtscommissaris van Wanica met het team, met het hele team, uiteraard. Vanaf het begin is het dus zo dat wij vanuit het NCCR belangstelling natuurlijk hadden voor wat gebeurt er en wat is precies aan de hand. Er zijn evaluaties geweest en gehouden en assessments. We hebben de districtscommissaris en de overige organisaties die toen bezig zijn, of dit tot nu toe bezig zijn, van advies voorzien. Zeker met betrekking tot de aanpak en hoe dat moet. En natuurlijk heeft NCCR ook haar infrastructuur in werking gebracht. Zeker met betrekking tot de aanvulling, de benodigde aanvulling die noodzakelijk was op het gebied van zware equipment, heavy equipment. Vicepresident Adien, die zich eerder op de dag ter plekke had georiënteerd, gaf aan dat er verschillende acties uitgevoerd zullen worden. Zo is er 500.000 SRD vrijgemaakt voor het NCCR en zijn er mondkapjes verdeeld voor de omwonenden. De scholen zullen maandag weer opengaan. De infrastructuur wordt aangepakt en er zal naar de recycling van het vuil gekeken worden. Op de vraag of deze situatie een ramp is of niet, antwoordde de VP als volgt. Rampen komen in categorieën. Ik zou voor een ramp van, het is niet een ramp waar je met de schaal van Richter meet natuurlijk, maar het is een brand. Ik ga ervan uit dat het niet de hoogste categorie is. Er zijn geen dodelijke consequenties. Wij volgen de zaak natuurlijk via BOG en de mensen. Dus wij klassificeren het als een ramp, omdat het een direct effect op mensen heeft en milieu. Wij, met andere woorden, als het een ziektebeeld zijn of mensen, dan wordt het serieus voor ons geacht als te zijn een ramp. Als het geen consequentie had voor mensen en milieu, dan zouden we zeggen het is misschien een calamiteit, beheersbaar. Wij beschouwen het als een ramp omdat wij het al te serieus nemen en we willen niet dat de zaak verder escaleert met mogelijke verdere consequenties. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen een hogere categorie van Godzijdank is het niet zo ver gekomen, maar we volgen de zaak. Ja, de afspraken die we hebben gemaakt met de schoolleiding, de leerkrachten gaan eigenlijk vooruitwerken wat ze nu hebben voorbereid, wat ze deze week zouden doen. En ze zullen dat, dus als de kinderen weer op school komen maandag, op een eigenlijk een beetje alternatieve manier brengen. Dus de leerkrachten zijn thuis, die bereiden dat voor. En de kinderen hebben ook al aangegeven van ga een beetje vooruitwerken, daar waar het over gaat. En dan wordt het dus volgende week ingehaald. Onderwijsminister Lilian Ferrier die aangaf hoe de gemiste lessen ingehaald zullen worden en daarvoor VP Adien. Zij spraken gisteren op de persconferentie inzake de situatie op de vuilstortplaats Ornamibo.